Er was wat verwarring over en weer, maar gisteravond viel er dan toch echt een besluit. Het oorlogsmonument ter herinnering aan het Sinterklaasbombardement van 1942 komt er. Definitief. Net als de gedenkstenen trouwens, als onderdeel van de bevrijdingsroute. Er is geen enkele objectie tegen het creëren van plekken in de stad om te herdenken. Nogmaals, bij de struikelstenen hebben we dat ook al eerder gedaan. En dat soort plekken zijn belangrijk voor mensen. De politiek was vooraf geïrriteerd over de onduidelijke gang van zaken, maar nam uiteindelijk genoegen met haar uitleg. Nou ja, wat ik vooral heel erg jammer vind, is dat iedereen over dat misstand begon. Terwijl we het eigenlijk liever over het monument zelf wilden hebben, over het burgerinitiatief. En daar waren wij volgens mij ook wel duidelijk mee. En wij hebben de wethouding in ieder geval meegegeven dat ze de lessen uittrekt. En dat het de volgende keer waar het misverstand ontstaan is vanuit de gemeente niet meer voorkomt bij zo'n gevoelig onderwerp. Meer over dit onderwerp na het nieuws in Studio Stadhuis.